Ik heet Taiha. Ik kom uit Bergen op Zoom en ik ben 21. Ik woon hier al 17 jaar en omdat ik hier studeer en werk, ja, zie ik mijn toekomst eigenlijk ook in Nederland. Zelf sinds kort pas achtergekomen dat ik zelf staatloos ben. Ja, vorig jaar ging ik solliciteren voor een bijbaantje bij de overheid. En toen was ik erachter gekomen dat je de Nederlandse nationaliteit moest hebben om te mogen werken bij de overheid. Maar die had ik niet. Op zich was dat geen probleem omdat ik 5 jaar legaal in Nederland woonde en zou kunnen naturaliseren. Alleen ik kon geen Vietnamees paspoort krijgen. En dat was het struikelblok waardoor ik eigenlijk achterkwam dat ik staatloos ben. Mijn ouders zijn vroeger naar Tsjechië gegaan met heel veel andere Vietnamezen om daar te gaan werken. En het was de regeling dat zij na 2 jaar terug naar Vietnam zouden gaan. Maar dat hebben zij niet gedaan omdat zij dachten dat het in die tijd toch te moeilijk was om een toekomst in Vietnam op te bouwen. En zij zijn vanuit Duitsland naar Nederland en dan weer naar Duitsland en terug naar Nederland gegaan om een verblijfsvergunning te krijgen. Vaak zijn zij afgewezen. Hebben wij heel vaak bij heel veel mensen moeten verblijven omdat wij geen onderdak hebben gehad. Ze hebben heel lang in de tuinbouw gewerkt, omdat daar heel veel werk in was. En later zijn zij loempia's gaan maken en zelf gaan verkopen. Wij zijn erg blij met de verblijfsvergunning die wij in 2007 hebben gekregen. En vanaf toen hebben wij ook ons eigen huisje toegewezen gekregen. Daardoor kan ik hier ook studeren met dezelfde faciliteit als ieder ander Nederlander. It actually affects over 10 million people around the world as we sit here. So it's a very, very large crowd of people. Ik heb meer vragen gekregen door het staatloosheid gebeuren, omdat ik niet weet of ik wel kan trouwen, of mijn kinderen wel een bepaalde nationaliteit meekrijgen van mijn man, of dat zij net als ik staatloos zullen worden. Kan ik überhaupt wel een huis kopen? Waar mag ik naartoe reizen? Ja, dat zijn allemaal vragen die in mij oproepen als staatloos persoon zijnde. Nu mijn ouders genaturaliseerd zijn, ben ik natuurlijk erg blij voor hun dat het bij hun wat makkelijker ging dan bij mij. Of tenminste, bij mij is het nog niet gelukt, omdat ik niet alle benodigde documenten heb. Ik heb wel een geboorteakte, maar geen Vietnamees paspoort. Ik ben met mijn ouders meerdere malen bij de Vietnamese ambassade geweest om voor mij een Vietnamese paspoort aan te vragen. Alleen willen zij dat niet afgeven omdat ik volgens hun geen Vietnamese onderdaan ben. Zij willen mij niet zien als Vietnamese burger omdat ik volgens hen niet geboren ben in Vietnam. Ik ben namelijk geboren in Duitsland. En omdat ik geen Vietnamese paspoort heb, kan ik weer geen Nederlandse aanvragen. Dus het is echt een cirkel. Kom er niet uit.